leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Ja! Yeah. We hebben pas een bleach dye video opgenomen en nu gaan we een tie dye video opnemen. We hebben de tafel al helemaal klaargezet en de verf net gemixt. Dat betekent dat we nu binnen 45 minuten alles geverfd moeten hebben. We hebben de kleuren groen, rood, geel, blauw en paars. We hebben handschoenen. We hebben de tafel goed afgedekt met folie. Er zat een folietje bij dit pakket, maar dat vond ik niet genoeg. Dus ik heb een vuilniszak nog ernaast. We hebben een bak met water. Ik heb elastiekjes. Ik heb, omdat ik een heel groot item heb, een bordje touw en een schaar. En we hebben onze witte items. Dus laten we gaan beginnen. Meerdere items cellen iets meer, maar ik heb een hele grote. Bij de vorige video hebben we het om en om gedaan, maar we zitten nu aan de tijd die het mag kosten. Ik heb het verf gemixt en zoals je misschien kan zien is het niet helemaal goed gegaan. Is er ook wat over mijn handen heen gegaan. Dus dat ging niet helemaal goed. Sarah heeft een aantal items. Die heeft sokken van papa. Dat weet hij niet, maar dat gaat ze als verrassing doen. Ze heeft twee shirtjes. Ze heeft deze en een met een zwarte opdruk. En ik en heb wat ondergoed. Ja, ze heeft een hemdje van ondergoed. Die gaat ze verven. Ik heb een katoenen gebreide trui. Het is ook een ander materiaaltje. Kunnen we ook zien hoe dat reageert. Deze katoenen top. En deze is dus echt heel groot. Dit is een heel groot wit strandlaken. Maar ja, ik vind dat echt lelijk en saai eigenlijk, een wit strandlaken. Dus die ga ik ook helemaal op kleur doen. En dan hoop ik dat ik hem wel leuk vind en wel ook meeneem naar het strand. We gaan beginnen dus in ieder geval... Ja, je kan wel vast wat nat maken. Dat is wat makkelijker. Handschoenen? Ik zou die kleertjes vast even nat maken. Dan kunnen we even onze handjes afdrogen. Dus ga ze maar allemaal vast nat maken. En dan uitwringen. Doen we om en om. En dan leggen we ze gewoon even opzij. Deze video gaan we ook niet in één keer kunnen opnemen. We zullen morgen verder moeten gaan. Want de verf moet in tegenstelling tot de bleach dye die 10 minuten kwartiertje moet intrekken. 6 tot 8 uur intrekken en dan spoelen en dan wassen en dan drogen. Dus dat gaat best wel lang duren. Heb je hem goed uitgevallen weer? Ja. Oké. Ja, maak maar gewoon een hoop hier. Doe je sokken? Ik heb je sokken er al weer in. Goed uitwringen. Ik had 1 sokkenreeltje in. Nee, ik kan ze tegelijk doen. Moet ik je even helpen? Ja. Je kan er wat moeilijker bij, hè? Ja. Ik heb hele kleine. Ja, die kan je het beste bij elkaar natuurlijk doen als je ze doet. Dan kan ik ze hier ja. Te maken. Ik moet de hele sokken tegelijk. Nee, deze. Zo. En dan doe ik er even eentje. Dat is deze. En dan ga ik als laatste de handdoek doen. Maar ik denk dan is het wat makkelijker. Want met natte handen in die handschoen is heel lastig. En met die handdoeken. Oh, deze even. Deze houdt best wel veel vocht vast, voel ik. Te veel. Zie je, daar komt er echt wel veel te veel nog uit. Even anders. Dus daar moet heel veel verf uit. Of water uit. Ja, en anders dan spoelt de verf er al uit voordat het... Dat gaat doen, zal ik even helpen? Ja, wil jij? Dit is wat makkelijker. Uit te knijpen. En echt, ik vind dit t-shirt wel cool. Die is leuk, hè? Ja. En moet je voorstellen, dan is die dadelijk heeft hij nog een speciale print. Kijk. Deze. Zo, kijk, ik heb stapeltjes gemaakt, dus heb je 4 dingen. Zo, oh, je hebt geen natte handen meer. Dus ik ga mijn handen nog verstaan. Ja, ik ga zo even... Ze zijn nog veel te groot voor mij. Deze, ik
ga deze ook even proberen. Ik denk dat ik deze even onder de wasbak doe en gelijk mijn handen afdoen. Oké, wij zijn er klaar voor. Alles is spot, dus wij gaan allebei een item pakken. Weet je al met welke jij gaat beginnen? Met de sokken van papa. De sokken van papa. Die zijn makkelijk en ik pak denk ik als eerste het shirtje. En die moeten we dan even goed neerleggen. En dan moet je even kijken, hoe wil je ze gaan draaien in een bolletje of wat wil je gaan doen? Ik wil ze... Ik ga deze, de vouwtechniek, dus deze ga ik rimpelen. Ja, dat mag. En dan kan je... Dus ik ga elke keer een laagje pakken. En weer eentje vouwen. Vorige keer heb ik alleen gedraaid. Dus nu ga ik het anders doen. Mijn handschoen zat vast. Dus ik doe nu elke keer zo een reepje vouwen. Ja, en die dingen liggen heel erg in de weg. En ik kan ze even niet kwijt. Ja, zit je handschoen ertussen? Ja, nu ook weer. Alweer. Ja. Ik doe elke keer een laagje vouwen. Daar zit hij al. Zo, dan krijg ik zo. Nee, dat zit echt voor een meter. En ik denk dat ik hem dan dubbel ga vouwen, want dan krijg je een patroon uit het midden. Zo. En dan moeten we daar een stukje om gaan doen. En dan moeten we goed strak. Zo. Ik had een beetje moeite met hem open te krijgen. Ja, ik zag het. En zo is echt dus op één plek. Dat je echt stukken krijgt. Zo. Dan krijg je echt bolletjes. En dan ben je hem zo. Oké. Heel voorzichtig wat van de verf erover gaan druppelen. Ik denk dat ik met blauw ga beginnen. Ja, dat is wel echt een keer voor papa. Ik denk blauw-groen misschien voor papa het leukst. Als je het dopje er dadelijk van afdoet, dan kan je er ook wat losse op draaien. Maar de dopjes moeten wel een beetje altijd nog precies goed zien. Nou zie je het wel, maar... Mama, ik krijg hem niet eraf. Als je heel even wacht, kom ik eraan. Even dit knoopje erop. Kijken. Ik ga je af en toe kijk uit hoor, als je al aan hebt zitten draaien. Nee, ik zit niet aan te draaien. Je had al geprobeerd te draaien. Ja, maar dat lukt er niet. En dan doe ik hier nog even eentje. Zo, en wacht, ik kom je helpen. Kijk maar. Ja, ik kom je helpen. Neem mijn hand draait. Ik denk dat... Heel moeilijk om... Papa krijgt ook aan mij de kleur. Ik zou papa blauw en groen doen. Ik denk dat hij dat het leukst. Blauw, geel, groen dan. Blauw, geel. Wel fijn dat mijn nagel op een schermpje is. Ja. Oh, daar komt ie. Maar het inderdaad heel moeilijk af met blauwe schoenen. En dan begon ik. Voor wat misschien van de trek is. Ja, dan kan je er eigenlijk uit, want het zit bij mij ook gelijk. Waar moet hij? Blauw? Nee. Waar moet blauw? Ja, maar ik wil het even mijn handschoen af. Waar wil je blauw? Daar. Daar mag ik. Kijk, dan smeer ik dat even af. En ik ga hier beginnen met paars. Goed voorzichtig te opeffenen. Oh. Ja. En niet het maalsteen. Ik ga hier beginnen met paars. Oeh, wat mooi hè? Ja. Ik heb paars nodig. Even wachten. We hebben best veel items. Dus we moeten wel echt zorgen dat we enigszins zuinig zijn met onze verf. Zodat we al onze items ook echt kunnen verven. Wil jij geel gebruiken? Voor deze denk ik niet. Ah, dat gaat hem vast. Goed, het is zo. Ik heb hem. Goed zo. De geel zelf.
Deze paars blauw gaan maken. Hoe ga ik het gewoon pakken? Mm-hmm. Ik denk dat we wel de dopjes er weer op moeten doen. Ja, gewoon loszacht erop zetten. Ja, zo. Okay. Ik heb nog een paars. Wauw, die zijn wel heel cool. De andere ga ik maken. Is die lekker ook een beetje meiden? Daar wil ik natuurlijk ook een beetje papijntje. Mag ik een paar? Ja, kijk uit dat je heel veel mosjes hebt. Dan heb je daar niet genoeg verf. Dus je moet echt, echt heel rustig het erin drukken. Oké? Okay? En als die klaar is. Wauw. Oh, dit wordt echt heel cool. Zo. Oh, één druppeltje niet te keer op te verongen, vallen niet. Ja, dat kan gebeuren. Zo, deze is bijna klaar. Deze nog. Nee? Die zijn wel klaar, neem ik aan, want daar zit echt heel veel verf op. Ja, deze is echt super cool. Kijk, de ene kant is die zo, de andere kant zo. Ik ben echt benieuwd hoe die er daaruit uitziet. Ja, dat moet maar heel altijd drogen. Ik ga met die. Ik zou ook even hier staan. Okay. Ja, daarom hadden we wel een shirt aan waar ik zei, als je erop kunt, niet zo heel erg. En deze heb ik dus helemaal... Zo. Wow, het is al kleur gegeven. Oh, nou. Ja, daarom zei ik, wacht maar even. Hij is echt cool dit. Ja, dat wil ik echt cool. Even wachten. Zo. Hier heb ik de verf eraf. En dan ga ik deze trui, die ga ik denk ik wel draaien. Of nee, ik ga wat anders proberen. Ik kan dat echt zo. En dan die mouwen. Dit is gewoon iets wat ik random ga proberen. Omdat ik hem dan zo ga draaien. Ik heb geen idee of dat leuk wordt. Maar kijk, ik heb hem al aan twee kanten gedraaid en dan ga ik hem zo draaien. Ja. Dat is echt een hele coole. Cool, ja. Waarom zijn het nou koeien? Ik heb geen idee waarom je dat zei. Koele. Koeien, zei ik. Nee, dit gaat niet werken. Dan ga ik het anders doen. Ik weet nog wat ik ook graag wilde doen. Dus dit t-shirt gaat in ieder geval alvast weg. Ik ga deze even draaien. Mag het blauw? Hij staat een beetje ver weg. Net. Goed, probeer het op te doen. Je kan ook nog hier in je blauwe dopen. Hè? Want ze hebben daar niet genoeg verf van de rest. Ook. Dan kan je kijken hoe je het allemaal doorhalen. Dan heb je best veel verf dan gaat.
maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik hem eerst zo ga vouwen. Een keer zo. Zo, deze is echt kleurig. Kijk, ik hou hem een beetje witter over, vind ik leuk. Ja, dan maar even op mijn broek. Ja, dat is heel nat. Oh, hij is zo zwaar. Ik ga nu die met die kleur testen. Door ze uit te leggen. Ik kan nu net testen. Deze ga ik natuurlijk nooit met één stikje gedaan krijgen. Heerlijk touw voor. Ik ga even op meerdere plekken draaien. Een t-shirt. Ik denk dat het daar. Zo. Ja. Doe ik het goed? Ja, doe ik het goed. Je hebt het niet te proeven, ik heb al een beetje weer. Maar dit is echt een taai. Want deze doek is echt een touw. Die zou ik ook open moeten knippen laten. Ja. Deze ben ik wel echt heel benieuwd naar om deze te doen. Ik ben benieuwd hoe het t-shirt op. Ja. Ik ga hem heel fijn doen. Het is echt heel moeilijk om te knopen door de handschoenen. Zo. Heb je ook zoiets van, ik wil echt zien hoe het eruit ziet als we klaar zijn? Ja. Ja. Vooral met de t-shirt die ik nu aan het doen ben. Ik doe het wel met de tekst. Had ik dat al verteld. Het is nu 1 uur, dus dat is tussen 7 en 9 uur vanavond mag ik alles gaan spoelen en daarna alles gaan wassen. Dus voor nu kunnen we niks en kom ik of vanavond of morgen weer terug, of in ieder geval bij, met de rest van de video. En ik ben zo benieuwd hoe het allemaal geworden is. Ik hoop vooral om te zien hoe die is geworden. Ja, deze is een beetje mislukt, denk ik. Maar misschien wordt die alsnog wel heel cool. Die vind ik echt heel tof geworden. Daar ben ik eigenlijk het meest. Ja, zie je die ene maar hier witte is heel streepjes al komen? Die vind ik heel cool. Maar hier is een beetje verf in gelekt. Maar misschien is het wel heel tof. Dat gaan we zien. Dus het gaat afwachten worden, spannend. En we zien jullie nu weer. We zijn ondertussen ruim 7 uur verder. Ik ga de shirtjes en sokken en alles uitspoelen. De handdoek ga ik even kijken of die ook lukt. Anders doe ik die zo even in de douche als ze dan zo toch moet douchen. En dan film ik die niet, want die is vrij groot in de wasbak. Maar de rest kan ik natuurlijk wel al laten zien. En ik weet, als je het goed hebt gedaan, komt er heel veel verf vanaf. En dan kan ik het daarna gelijk in de wasmachine gaan gooien. Dus ik ben zo benieuwd. Nou, dit wordt dus echt heel spannend. Ik ga hem vast open. En dan de eerste. Oeh, er komt gelijk heel veel verf vanaf. Ja, dit doe ik wel even zelf. Voordat heel de keuken onder zit. Ik zie het. Zo.
Dan moeten we het ergste natuurlijk al eruit spoelen. En dan moet nog alles natuurlijk gewassen worden. Leuk, hè? Ja. Spannend, hè? En natuurlijk moet het nog helemaal uitgewassen worden, dus dan wordt het anders. Kijk, dit is de eerste. Dit is een van de sokken geworden. Maar het eindresultaat zie je echt pas na het wassen. Oké, een beetje donker, maar goed. Ik ga dus nu de kleding allemaal in de wasmachine doen. Het was echt zwaar om naar boven te sjouwen, want die handdoek vooral, die is zo verschrikkelijk zwaar. Zo, en dan het laatste. En voor het wassen moet je het zo heet als de stof het mag, zo goed mogelijk wassen en echt een spoelprogramma erbij gebruiken. Zodat je het echt zo goed mogelijk schoonspoelt nu. Goed in beeld komen? Nee, nog niet. Mag je zo klappen als ik ja zeg? Klap maar. Oké, de volgende dag, de grote onthulling. Het is iets anders gegaan dan bedoeld was. En dat komt denk ik door de handdoek. Maar goed, we gaan de eerste stuks laten zien. En we gaan ze aandoen om te laten zien. Zoals je ziet, onze kleding en alles is hartstikke leuk geworden. Alleen het is iets roziger geworden dan de bedoeling was. Dat is heel jammer. Ja, nou ja, we vinden het niet eens jammer, want we vinden het heel leuk geworden. We weten ook waardoor het komt. De handdoek was heel erg moeilijk uit te spoelen. Daar zat gewoon zoveel verf in. En die hadden we dus eigenlijk apart moeten wassen. Dus mocht je ook een badlaken willen doen, doe hem even apart. Dan heb je dat probleem niet. En wil je dat dus zo hebben als bij ons, gewoon lekker meewassen, dan komt het helemaal goed. Wij zijn in ieder geval heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie het ook helemaal leuk vinden. Laat het hieronder even weten in de reacties. En inderdaad, laat even een duimpje achter. Ben je niet geabonneerd op dit kanaal, klik even op abonneren. En dan hoop je de volgende video weer te zien.